Pier en Marieke, sjoeg een zoon. Een jongen en een pampe, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had Proost. Het een klaar. Ja! Is een heel speciaal. Duispoeken. Bij Pier thuis hingen de waskonolinen. Onderkleden, lekkers en slopen, alles wapperend in de wien. Pier en Marieke zitten aan de ene kant van de line, achter de witte lekkers. En Pier zijn lietse zuske, Lies, zit in de buggy aan de orenkant. Alle keren als de lekkers omheen waaien, sjoggen ze elkaar zitten. Lietse Lies kraait het uit, zo mat ze erom leidtje. Pier en Marieke gaan protten willen om Lies. Ze boetje kiekeboe, maar de lekkers in de wien. Jongens, ik mag even naar de groenteboer. Ik ben hier dadelijk weer. Jim zit er nou zo mooi. Kun je hem even op Lies passen? We doen een kiekeboe. Dat vindt ze leuk. Ja, ik zorg het. Boetje maar wat met haar. Dan ga ik jou even een boet skippen, goed? Want anders... Ja, wij passen wel op Lies. Doei. Maar Mem is nog maar kwalijk de hoek om of Lies begint te goelen. Ze had hier nog meer om kiekeboe watchen. Pier helpt een onderbroek van de line en loekt de moeder hollen. Kiekeboe. Dat helpt. Lies is weer stil en giechelt al gauw om Pier zijn vreemde meneuvels. We kennen wel even een spookje. Spookje? Hoe voest dat dan? Mij lekkens. Wij de lekker noeden hollen en dan ben we spookpoe. Maar je mem had ze krijgt uitwasken. Dit binnen skerre lekkens. Ze worden echt net smarrig als we ze even oer de hollen doch hier. Maar wat was dan? Meesken skriklitten. Meesken ben oer die echt net bang voor spooken. Spooken bestaan alleen nog nachts. Wij binnen die spooken. Dat is nou kreet de grap. Daar zullen ze van opzien. Waar? Nou, je mem, misschien? Komen wij als spook binnen? Ze zien hoe ze schrikt. En Lies dan? Zou Lies net bang worden? Lies toch mij? We loeken zo'n grote witte onderbroek van ons huid door het heen. En dan is zij een jong spookje. Ja, jonge spookjes bestaan net. Je wist wel. Spooken worden ook geboren. Dus er binnen ook jonge spooken. En die zitten ook in een buggy? Nee. Die zitten in een spooky. Zou je dat bij spoken? Ik weet net of je mem het wel zo leuk vindt. Ja, we kunnen het haar nou net vregen. Hier is ze maar net voor het keer, Matten. Ja, pak gewoon. Eén voor jou en één voor mij. En deze is voor jou, Lies. Zet hem maar op een holle. Gelukkig is het een onderbroek van je meid. En net van die. Hahaha, lollig, Jer. Toch doe niet lekker naar me om. Even letter zetten twee spooken met een jong spookje in een spoogie de dik oer naar het huis van Marieke. Marieke haar mem is in de keuken aan het werk. Ze sjocht eerst verheerd op als er samen een paar spooken bij haar binnen stappen. Maar dan maakt ze ook griezelig luidje. Mem, dan is ze stom. Speel je nou even mij? Dat is bang voor spooken. Oh ja, sorry. Oeh, een spook. En nog een. En... Mem, waarom is nou zo'n luidje? Oh, dat liedse spookje in die onderbroek. Oh jongens, oh, ik had een pietje lief van. Ik moet even zitten. Ja. Wat liet niet in mij schrikken. Ja. Nou, ik meende oors dat spooken alleen nog maar nachts om spooken. Wij, baby, binnen de dij spooken. Ja. Zo. De dij spooken hier tocht. En, nou,
wollen de daispoeken ek wat lekkers. Oh nee, sorry. Spoeken eten net vanzelfs. Hé, nog wat stom van mij. Spoeken kunnen allemaal hier en dan net eten. Daispoeken wel. Nou, dat treft. Want ik heb hier nog een paar slagroomsoesken staan. Jullie liekje me oors wel geschikt voor daispoeken, want ze binnen heel licht. Oh, dat liedse spookje. Oh, ik wou er wel mee eens. Ik ken dit. Oh, jongens. Als Pier jongens het bed leidt, komt zijn mem nog even bij hem zitten. Oh, is lekker, jongen. Ja, het ruikt lekker fris. Ja, maar dat klopt. Ik had in bed jongens verschillen. Haast wel fris al lekkers en ze hadden hele dag onder linnen hong. Lekker uitwaait. Ze roeken naar boeten. Ja, en het aparte is, ze roeken ek een liet pietje naar slagroomsoeskes. Maar dat vies net zo slim, denk. Oh, nee, hoor. Nou ja, als er maar geen spooken op aankomen vannacht. Werp al? Nou ja, op die geur van slagroomsoeskes. Je, ik jere van boffrouw dat die spooken heel graag zulke soeskes maaien. Dus wees maar op die hoede, jong. Nou, maar lekker koesen, hè? Om het mooi. Ja.